We zitten niet in een economische crisis. We zitten niet in een coronacrisis. We zitten in een leiderschapscrisis. Er zijn mensen die ambiëren de baas te zijn. Je wordt niet, plukken niet van de straat af om de baas te zijn. Dat ambieer je ook. En daar hoort bij, in mijn beleving, dat je van tijd tot tijd, als nodig is, onprettige dingen gaat doen. Dat hoort bij leiderschap. Je doet liever leuke dingen. Dat snap ik allemaal, aardige mensen. Dat vinden we allemaal veel leuker. Maar als leider, of je nou politieke leider bent, of leider in een bedrijf, of, dan hoor je van tijd tot tijd, als het erop aankomt, moet jij gewoon impopulair durven zijn, ongeacht de consequenties. Dat is leiderschap. Nou, ja. En wat zie je nou gebeuren? In coronaland, in economieland, in ECB-land. Dat willen we niet. Ja. Kijken of we nog wat kunnen regelen om het nog een tijdje te laten voortduren. Dus de essentie van leiderschap, ja, die wordt al jaartjes 7, 8 met voeten getreden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudkoorts Gasten. Nou, ik mocht hem al een keer eerder ontvangen, maar het is een ontzettend grote eer. Want hier zit voor de tweede keer Kees de Kort. Niet overdrijven, Bart. Niet overdrijven. Nou, Kees, het is voor mij echt een... ik vind het echt prachtig dat je weer bij ons in de kluis zit om ons en natuurlijk de kijker ook... jouw status of analyse van de situatie mee te geven waar we in zitten. Nou, dan begin ik even bij ons vorige gesprek. Ik denk ongeveer een maand of 6 geleden. En toen zaten we middenin, zitten we natuurlijk nog steeds, een turbo schuldencrisis. Als we nu kijken naar, specifiek misschien wel allereerste inflatiecijfers, vandaag bekend geworden, 5,6% in Nederland. Maar daaraan gekoppeld misschien ook wel de producenten, prijsstijgingen. Nou, allereerst, ik hoor natuurlijk wel graag wat je ervan vindt, maar ook, geloof jij die inflatiecijfers dan? Nou, er zijn de hele tijd hebben we natuurlijk hele lage inflatie gehad. Weet je wel, 1-2%. Dan dacht ik wel eens van, nou, als ik mijn boodschappen doe en als ik weer rekeningen moet betalen en zo, dan waag ik dat wel te betwijfelen. Maar nou we natuurlijk aan 5 à 6 aan komen zijn en, Bart, ik durfde wel te voorspellen dat het wel hoog wordt. Ik denk van, ja, dit begint wel te lijken op dingen waarvan ik zeg, ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Kijk, want die inflatie, zei die producentenprijs, dat is een 1-op-1 gevolg van die productie- en distributieketenverstoringen. Nou, als je dat een beetje volgt, dan is de grote pijnplek daarin dat hele verhaal, is de westkust van de VS. Daar is nog niks verbeterd. Dus je kunt er rustig van uitgaan dat dat probleem blijft bestaan, voorlopig. Maar dat wordt een keer opgelost. Als alles weer op zijn plaats zit, de schepen zijn weer waar ze moeten zijn, de containers ook. Dan kan dat aspect van hogere prijzen, dat zal wel wat minder worden. Maar in energie, dat is ook een heel ander verhaal. Hè? Daar zijn de vraag-aanbodverhoudingen op de wereldmarkt zijn heel krap. De winter komt eraan. De onzekerheid neemt toe. Dan gaan de prijzen stijgen. En dat blijft zeker de hele winter doorgaan. En misschien dat er begin volgend jaar, als de lente aankomt, dat er wat verlichting in komt. Maar wat je ondertussen wel krijgt, dat zijn natuurlijk de prijzen stijgen. Het publiek gaat natuurlijk niet over de kant laten komen. Hè. Er gaan natuurlijk looneisen komen. Het mooie was natuurlijk, ik heb het vorige week meegekregen, dat de eerste groep mensen die vroegen om een hoger loon, dat waren de werknemers van de ECB. Die al goed betaald worden. Maar die waren de eerste. Maar dat gaat natuurlijk veel vaker gebeuren. Als de inflatie 5-6% is, dan gaan natuurlijk de vakbonden en allerlei werknemers vertegenwoordigen vragen, want wij willen meer geld. Met een beetje pech. Nou, niet pech voor die mensen, is wel fijn. Krijgen we nog een loonprijsspiraal. Dat gaat natuurlijk een veel blijvender hoge prijseffect met zich meebrengen. Dus de prijzen gaan wel omhoog voorlopig. Maak je daar maar geen zorgen over. Ja, en dan hebben we het inderdaad in eerste instantie over de consumenteninflatie. Dus ja, wat wij meer betalen. Ja. Dan heb je ook nog die producentenprijzen. Ja, geen 5 of 6, maar 20% zijn. Maar ja, dat wat ik al zei. Ik denk dat voornamelijk voorkomt uit die productie- en distributieketenverstoringen. Dus dat zijn verstoringen. Weet je, dat zoekt een nieuw evenwicht. Hè? Dus als dat allemaal weer een beetje op orde is, dan denk ik dat die prijsstijgingen wel gaan dalen. Of wel een stuk minder gaan worden. En dus ik denk dat is een bulk die tijdelijk is. Energie en loonprijsspiraal, dat zijn dingen die veel blijvender zijn. Ja, dat is misschien leuk om over die loonprijsspiraal nog even dan verder om daarop door te gaan. Want vorige week gaf ook DNB daar een reactie op. En die gaf, zo las ik hem in ieder geval, bijna de consument of de werkgever en de werknemer de schuld van de mogelijke loonprijsspiraal.
ja, de schuld, weet je al, als voor werknemers de kosten 5-6% stijgen, is toch niet gek dat ze meer loon vragen? Wat gaan we nou krijgen? Nee, maar het is voor bedrijven onprettig. Bedrijven moeten betalen en moeten maar afwachten of ze de hoge prijs kunnen doorberekenen. Dat is maar de discussie. Dat jij vraagt om meer geld als de inflatie stijgt, of dat je vraagt om meer geld als het goed gaat. Nou ja, weet je wel, als dat niet meer mag, dan moeten we gewoon een heel andere wereld worden gaan organiseren natuurlijk. Dat lijkt me vrij normaal. En de schuld, wat heb ik, een onzin verhaal natuurlijk. Ja, nou ja, en dat was ook mijn idee, dat Tuurlijk. Op het moment dat je dan vanuit ECB en DNB een soort bijna dat bijna de schuld dan wordt gelegd bij de consument. Terwijl zij natuurlijk, zoals je de vorige keer zei, die turbo-schuldencrisis hebben aangejaagd. Ja, laten we zeggen, tot voor kort. Kijk, als de inflatie heel laag is en de schulden lopen op, ja, dan is dat allemaal niet zo leuk. Want je nu krijg je een hele rare combinatie van factoren. Hoge inflatie en gratis geld. Nou Bart, dat hebben wij nog nooit meegemaakt. Maar goed, wij zijn iets oud, maar dat is in de geschiedenis nog nooit gebeurd. Kijk, normaliter, als de inflatie oploopt, stijgt ook de rente. Maar nu, door het beleid van de monetaire autoriteit, hebben we wel inflatie. Nou, niet door een beleid, maar we hebben wel inflatie. En de rente is nul, ongeveer. Ja, dat is denk ik in de monetaire geschiedenis nog nooit gebeurd. Dus gratis geld is nog nooit gebeurd in de monetaire geschiedenis. En nou gratis geld in combinatie met hoge inflatie ook niet. Dus ja, kijk, dat hebben we nooit meegemaakt in de tijd. Dus we weten ook niet precies wat er gaat gebeuren. Maar dat zijn natuurlijk dingen die niet goed gaan aflopen. Dat bestaat niet. Nee. Nou, wat ik heel leuk vind, want de vorige keer hebben we het ook even gehad over... Nou, jij omschrijft het dan als een kat in het nauw. En het konijn dat uit de hoge hoed is getrokken, ongeveer, nou, inmiddels bijna een jaar of 6-7 geleden, was negatieve rente. Ja. En ja, toch lijkt het erop alsof we nog steeds op die doodlopende weg zitten. Ja, nou, en zoals jij dat altijd prachtig omschrijft, kicking the can down the road, delay and pray, extend and pretend. Ja. En zie jij nog een ander konijn dat mogelijk uit de hoge hoed wordt getrokken? Kijk, weet je, het is als je aan de kijkers 5 jaar geleden gevraagd zou hebben, denkt u dat negatieve rente mogelijk is? Had iedereen gezegd, meneer De Kort, meneer Brands, zit er iets in het water in Amsterdam? Want dat kan natuurlijk niet. Nou zijn we 5-6 jaar verder en iedereen vindt het wel oké. Maar dat komt ook omdat heel veel mensen ervan geprofiteerd hebben. Niet direct van gratis geld, maar wel van datgene wat het met zich meebracht. Hè. Hoger aan, hè. Wat moet jij in beleggen? Nou, aandelen dan maar. Hè, want obligaties is niet interessant meer. Hoeft niet te ver. Het is op de aandelenmarkt is gewoon fantastisch gegaan. Blije beleggers. De huizenprijzen. Hè, dus iedereen met een eigen huis en iedereen die een huis kocht heeft. Ja, ook hele blije mensen. Dus er zijn heel veel mensen blij, niet te zeggen heel erg blij. Ze hebben nog nooit zo'n mooie tijd gehad in hun leven als de afgelopen jaren. Dankzij iets waarvan ze 5 jaar geleden zeiden, dat kan niet. Hè, maar de consequenties van datgene wat niet kan, zijn wel heel prettig. Dus zolang het publiek, of in ieder geval een groot deel van het publiek dit accepteert, de consequenties daarvan accepteert, kan het doorgaan. En wat je natuurlijk ook altijd meemaakt. Kijk, als het goed gaat, zijn mensen niet zo creatief meer. Beleidsmakers. Maar als het slecht gaat, worden ze een heel stuk creatiever. En dan komen er oplossingen uit. Waarvan je zou zeggen, ja, dat kan niet. Maar als de consequenties maar positief zijn. En als maar niet voldoende mensen klagen, gaat het wel gebeuren. Ja. Dus ik kan wel zeggen van, dit kan niet. En het is volgend jaar afgelopen. Maar als het publiek, of een groot deel van het publiek het accepteert, gaat het gewoon gebeuren. En er zijn nu ook, je kunt wel zeggen, we maken stampij, maar er zijn gewoon te weinig mensen die zich daar druk over maken. Te weinig mensen die zeggen dat het slecht is. Dus er is geen georganiseerd verzet. En ja, dan kan het doorgaan natuurlijk. Ja, de verliezers zouden zich moeten... Of de mensen die vinden dat het gewoon niet goed is. Hè? Dat het gewoon, ja, jongens, geld is nou gratis geworden. Ja. Het belangrijkste object op aarde is nou gratis. Dat kan niet goed aflopen. Ja. Nee, maar wanneer dat dan misgaat, ja, dat kun je niet voorspellen. Maar het is natuurlijk heel raar. Risico kost niks meer. Risico is gratis geworden. Dat zijn natuurlijk dingen die de afgelopen jaren gewerkt hebben. Hè, want huizenprijs, aandelenkoersen, mensen blij. Maar het verband, hè, dat mijn grote punt is altijd. Er is geen verband meer tussen de reële economie en de monetaire economie. Hè, dat is helemaal doorgesneden. Dat zijn twee totaal gescheiden circuits geworden.
ja, ja wat zeg, ik ben natuurlijk old school, ouderwets. Maar ik zou toch altijd zeggen dat er een verband moet zijn tussen datgene wat we met elkaar doen en de monetaire realiteit ervan. Maar dat is volledig losgeslagen. Dat is al een paar jaar zo. En mij hoor je niet zeggen dat het morgen afgelopen is. Nee. Nou, wat ik dan wel daarin opvallend vind, Kees, is als ik kijk naar, nou, toen ik zelf jou bijvoorbeeld voor het eerst ontdekte, begin 20, halverwege de 20, en ik kijk nu naar hoe ontzettend belangrijk geld of valuta is geworden in de levens van vooral jongeren, dan ben ik toch eigenlijk wel heel erg benieuwd naar jouw analyse, waarom het zo relevant is geworden, terwijl je eigenlijk ook tegelijkertijd zegt, ja, het is gratis. Nee, maar waarom zou geld nou relevanter zijn geworden dan 20 jaar geleden? Toen was het ook relevant. Het is altijd relevant. Alleen, ja. het heeft nou andere consequenties, omdat met dat gratis geld dingen onbereikbaar zijn geworden voor jongeren. Vroeger had je natuurlijk, nou, als je op een gegeven moment kon je wel een huis kopen. Als je hoeft niet zo heel veel te verdienen, dan komt dat wel. Kan niet meer. Dus de relevantie is ontstaan dat allerlei dingen niet meer kunnen vanwege de consequenties van het eerder van het beleid wat uitgevoerd is. Ja. Maar dit geld is ook altijd relevant geweest. Alleen als je iets gratis maakt, dan gaan er gekke dingen gebeuren. Dat is met alles. Ja, mensen worden eigenlijk gedwongen om te speculeren of in ieder geval heel bewust te gaan met geld. Als er nu rare dingen gaan gebeuren, als er iets raars gebeurt, gaat ieder individu en iedere organisatie gaat gewoon kijken, hoe kan ik hiermee omgaan? Hoe kan ik hier, niet zozeer van profiteren, hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Ja, dat heb je natuurlijk in die beleggingswereld al helemaal gezien. Ja, als obligaties geen zin meer hebben, dat was het ook weer, there is no alternative. Ga aandelen kopen. Nou, dat heeft 5 jaar prima gewerkt. Ja, dus, maar dat was een soort. En wat hebben heel veel investeerders gedaan? Ja, je kunt een rendement maken van 3-4% met obligaties. Of je kunt een huis kopen. Rendement veel hoger. Maar dat zijn reacties om te gaan met een nieuwe werkelijkheid die ontstaan is. Met gratis geld. En een heleboel dingen zijn goed blijven gaan. Ja, met gratis geld kun je even lenen. En de overheden kunnen lenen. En dat geld kunnen ze weer uitgeven. Dus en dan, je had het net over de schuldenposities. Ja, ook het bedrijfsleven is een gek gaan lenen. Als je gewoon kunt lenen tegen 1% en al 1,5%. Doe mij maar lekker veel. Dan zien we wel. Ja, dat is wat er gebeurd is. En dan gaan we aandelen inkopen. Dat hebben ze ook een paar jaar gedaan. Dus we lenen geld voor bijna niks. We gaan aandelen inkopen. Dus die aandelenkoers is alleen maar verder gestegen. En dus iedereen zit gewoon te kijken. Hoe kan ik het beste met deze situatie omgaan? Nou, niet iedereen, maar heel veel mensen doen dat. En dan krijg je dit soort uitwas in de financiële sfeer natuurlijk. Ja, je krijgt dus. Dat is allemaal niet gepland, hè? Dat is allemaal niet gepland, maar iets komt op je af. En je zit te kijken, nou, wat moet ik nou? Hoe kan ik hiervan profiteren? Ja, er zijn heel veel mensen die zitten gewoon te kijken, hoe kan ik hiervan profiteren? Nou, dat lukt dan op een gegeven moment wel. Dat kan vrij lang doorgaan. Ja, en tegelijkertijd wordt de groep mensen die daar eigenlijk niet van kan profiteren, die wordt natuurlijk ook steeds groter. Die wordt ook steeds groter. Nou, de jongeren natuurlijk. Ja. De mondiale jongeren. Nou, die horen en zie je niet. En als je natuurlijk een jongere bent en je hebt ouders met een eigen huis en die belegd hebben, ja, dan heb jij geen problemen. Want dan gaan jouw vader en moeder iets voor jou doen. Doet die ouder. Als je dat niet hebt, ja, dan wordt het ingewikkeld. Wat ga je dan doen? Ja, wil je huren? Maar de huur is ook omhoog gegaan, want de huisprijzen zijn gestegen. Weet je, dus dat hele verhaal, dat normale wat zeggen, opgroei en volwassen worden verhaal, dat wordt verstoord. Als iedereen het maar accepteert of gewoon denkt, ja, ik klaag een beetje tegen mijn moeder en ik klaag een beetje tegen mijn vrienden, maar ik doe niks. Dan komt het verhaal niet buiten natuurlijk. Ja, zou het mobiliseren van die hele grote groep mensen die toch eigenlijk niet profiteren, zou ik dan willen zeggen, van dit beleid, als die zich mobiliseren, denk je dat er dan, dat zo'n stem ook aankomt? Of nou ja, kijk, er zijn ook heel veel mensen die wel profiteren. Hè? Ja, dus die gaan allemaal roepen, wat zeur je nou joh, ga toch lekker beleggen, waarom wordt dat gezeur, kleuter. Ja, dus je kunt wel zeggen, wij profiteren er niet van. Ja, jammer dan, weet je. Je had er ook van kunnen profiteren, wordt het dan gezegd. Dus zolang er een hele grote groep is die daar ontzettend tegenin gaat hangen, want die zien natuurlijk al aankomen. Als er aan al die fijne dingen een einde komt, dan komt ook een einde van die periode die zij hebben meegemaakt. Dus er gaat ook vrij veel verzet. Ja, je kunt protesteren tegen iets, maar er gaat ook vrij veel verzet komen om het anders te doen. Nee, dat moet ik goed formuleren. Er is een groep die het anders wil en er is een vrij grote groep die zegt, laten we maar even doorgaan. Ja, de status quo is dat maatschappelijk. Nou, dat lijkt in ieder geval ook
Ja, we zitten nu natuurlijk ook nog in een andere crisis, de coronacrisis. Maar het lijkt er toch op alsof er best wel veel, dat misschien ook wel in de basis, dat financiële beleid heel veel de maatschappij polariseert. Het financiële beleid veel minder. Hè. Het coronabeleid wel natuurlijk. Dat wordt echt, ja. Kijk, iedereen heeft het over inclusiviteit en samen en verbinden. Maar ik ken wel een paar grote, bekende politici die dat niet doen, die daar niet veel last van hebben. Die stoken het vuurtje op. Hè. Nou, we het niet gevaccineerd hebben het gedaan. En dat niet, nou, die worden echt gewoon als schandpaal gebruikt. Hè. Dus laten we zeggen, de polarisatie in de coronaland, die is echt vrij gruwelijk in Nederland. Hè. In Gelderland is dat nog veel minder. Ik heb dan misschien geen geld, maar ik gun jou het geld wel. Het is niet zo dat er gedonder is dat mensen geld hebben of dat er gedonder is dat mensen geen geld hebben. In coronaland is echt nadrukkelijk door de regering gepolariseerd. Ja. En wordt dat vuurtje lekker opgestookt. Die ongevaccineerden zijn overal de schuld van. Is het monetaire aspect van deze crisis, is in hoeverre leunt onze regering op dit moment op het monetaire aspect van het managen van deze crisis? Want er wordt eigenlijk gezegd, je mag je zaak niet open doen, maar je krijgt van ons wel gratis geld. Ja, 80 miljard is ondertussen ingestampt. Dat kost niks, of tenminste bijna niks. Ja. En dat is ook kijk, we snappen natuurlijk de ECB ook wel een beetje. Ik begrijp het wel, maar ik ben het er niet mee eens. En maar zolang geld gratis blijft, kun je natuurlijk heel veel dingen financieren. En geld moet niet gratis zijn, dat is allemaal veel beter van niet. Maar in de tussentijd hou je het uitschipdrijvend. En dat is nou eigenlijk al het verhaal sinds 2007, 2008. Maatregelen nemen in de hoop dat het schip blijft, in de hoop dat het binnenkort weer beter gaat en dat we dan die maatregelen kunnen terugdraaien. Dat is natuurlijk het beleid. Hè? En dat is kicking the can down the road. Dat is, we gaan voor tijd. Nou, dat is dan wel te billiken. In de hoop, want dat is wel cruciaal, dat in die tijd het probleem zichzelf oplost. Dat het goed gaat. En als dat niet gebeurt, ja, dan moeten we eerst geks doen. In de hoop dat het dan weer goed komt. Dat is wat er gebeurt. Dus iedere keer wordt de lat naar voren geschoven in de hoop dat het weer goed komt. Dat gebeurt niet en dan is het probleem groter geworden. Want iedere keer dat het probleem niet is opgelost, maar is groter geworden en weer nieuwe maatregelen, wordt het probleem weer groter. Dus dat zie je ook in 2007-2008. De problemen, maar hoe je ze definieert, zijn allemaal veel groter geworden. Maar het is te managen omdat het geld gratis is. Maar dat is dan weer het probleem voor de schulden. Ja. En als je nu gaat zeggen, we gaan de rente verhogen, Bart, dan is het geen rocket science om te bedenken wat er dan gaat gebeuren. Hè? Faillissementen, werkloosheid, allemaal onprettige dingen. Ja, inderdaad. Dat gaat gebeuren. Ja. Maar dat zou in 2010 gebeurd zijn, in 2015 en in 2020. En in 2050 dat weer gebeuren. Alleen de getallen worden allemaal groter. Tegelijkertijd is dat wel wat jij, denk ik, als je de minister van Financiën was of misschien de voorzitter van de ECB zou doen. Hè? Nou, onmiddellijk. Ja, nee, cold turkey. Je kunt nou kiezen tussen slecht, nog slechter en nog veel slechter. Meer smaken zijn niet. Hè? Opgeteld. Ja. En mijn punt, daar was vaker over met daar mensen over gehad. We zitten niet in een economische crisis. We zitten niet in een coronacrisis. We zitten in een leiderschapscrisis. Hè? Er zijn mensen die ambiëren de baas te zijn. Je wordt niet, pluk je niet van de straat af om de baas te zijn. Dat ambieer je ook. En daar hoort bij, in mijn beleving, dat je van tijd tot tijd, als nodig is, onprettige dingen gaat doen. Dat hoort bij leiderschap. Je doet liever leuke dingen. Dat snap ik allemaal, aardige mensen. Dat vinden we allemaal veel leuker. Maar als leider, of je nou politieke leider bent, of leider in een bedrijf, of dan hoor je van tijd tot tijd, als het erop aankomt, moet jij gewoon impopulair durven zijn, ongeacht de consequenties. Dat is leiderschap. Nou, ja. En wat zie je nou gebeuren? In coronaland, in economieland, in ECB-land. Dat willen we niet. Ja. Kijken of we nog wat kunnen regelen om het nog een tijdje te laten voortduren. Dus de essentie van leiderschap, nou, die wordt al jaartjes 7, 8 met voeten getreden. Ja, toch. Nou ja, dat vind ik wel ontzettend interessant om daar misschien dat nog even wat verder te verkennen. Jij hebt in de afgelopen jaren eigenlijk verveelvuldig Jens Weidman aangehaald, omdat dat misschien binnen die bestuurders van de ECB een stem was van mogelijk leiderschap. Jens Weidman, die heeft afscheid genomen. Ja.
Zie jij, misschien zelfs wel wereldwijd hoor, zie jij wereldwijd een persoon of een centrale bankier of een bestuurder waarvan je zegt van nou, ik denk dat iemand is die bereid is om ook moeilijke beslissingen te nemen. Voor de aardigheid als mijn vriend Jens. Ja, daar heb ik me ook in vergist natuurlijk, want die heeft al heel veel gepraat, maar niks gedaan. Kijk joh, je kunt wel zeggen, Klaas Knot die roept ook wel eens een keer dat er iets moet gebeuren. Hè? Ja. Wat merken we daarvan? Kijk, de essentie is wel dat je het merkt natuurlijk. Ja, dus ja, de vraag is, die Weidman, die had natuurlijk wel, hij zei wat hij vertelde was wel verstandig. Maar gemerkt hebben we er niks van. Dus ja, weet je wel, hoe goed ben je dan? De essentie van, die moet ook wel het publiek, of de betrokkenen moet wel merken dat jij dat ook gebeurt. En hij heeft in Europese band heeft hij het niet voor elkaar gekregen. Kijk, weet je wel. Nee, ik zou nog niemand weten. Ja, maar die moet doordrukken. Er moet nou gewoon van mensen opstaan die her en der doordrukken. Nou, die zien we niet. Ja. Nederlandse bestuur ook, weet je. Het NMS kijkerspanel bepaalt het coronabeleid. Draagvlak. Bart, draagvlak. Dan kan ik een meisje van 16 aannemen. En zeggen, jij bent nou de baas. Even de NMS bellen. Wat is draagvlak? En dat gaan we doen. Nou, dat is geen leiderschap, jongen. Leiderschap is dat jij op basis van alle informatie zet de lijn uit. Mm-hmm. En dan hoor je wat er iemand van vindt. En als ze het niet mee eens zijn. Dan moet jij, werk mij maar weg en dan word jij de baas. Ja. Dan gaat draagvlak. Dat is een onzin, weet je wel? Draagvlak. Ja. Wat is nou de essentie van deskundigheid? Dat je het in principe beter weet dan mijn tante, toch? Of dan mijn kleinkind. Ja, draagvlak. We vinden allemaal wel iets, maar we hebben deskundigen, daar benoemen ze voor, om als het ware de leiders te adviseren van. Jongens, dit moet er gewoon gebeuren. En dan zijn er een heleboel mensen niet blij. Nee, dat zal best wel. Maar op korte termijn, lange termijn, is dit de beste oplossing. Ja. Draagvlak. Dus jij ziet, er is niet één bankier of centrale bankier of bestuurder. Nee. Waarvan je zegt van, nou, daarvan. Nee, ja, centrale bankier is een soort kasten. Ja. Je mag maar eens toetreden tot de kasten. Als je duidelijk hebt gemaakt dat je geen rare dingen gaat doen. Ja. Dat je gewoon meedoet. Want dat is wat er wel vaker over gaat. Het is wel een beetje een dingetje voor mij geworden. Je komt uit de financiële wereld. In de financiële wereld is het helemaal niet erg als je fout zit. Komma. Als je maar met z'n allen fout zit. Ja, dat is wat er gebeurt. Hè? Dus, ja. Dames en heren, ik heb 30% verloren. Ja, de grote Bart Brands, die heeft hetzelfde gedaan. Ja, wat kan ik het dan aan doen? He, dus cover your ass. He, dat leiderschap is tegenwoordig cover your ass geworden. Dat zie je in het coronaverhaal ook. Jongens, wij Rutte deed het, of mevrouw Merkel deed het ook. En meneer Macron deed het ook. En meneer Trump deed het ook. Ja, dan gaan wij het toch niet anders doen. He? Ja, en dan maakt het eigenlijk niet uit hoe fout het is. Nee, maar je hebt het met z'n allen fout gedaan. De grote Brands heeft het ook fout gedaan. Ja, nou ja, dat is de grote, nou, wat kan ik er dan aan doen? Kijk, dat weet je zelf, de financiële wereld ook. Als je maar niet in je eentje fout zit, want dan ben je je baan kwijt. Dus kijken naar elkaar, weet je wel. Ja, dat gaan we ook doen. Ja. Ongeveer, hè? Nou, dat is eigenlijk is dat wel heel fascinerend. Dat is ook weer ondermijnen van leiderschap natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk wel heel fascinerend, want het beeld dat je daarmee, denk ik, schetst, is we zitten... En zo noem je dat wel vaker, dat je zegt, we zijn een fuik ingezwommen. Ja. We zouden eventueel terug kunnen, maar dan heeft vervelende gevolgen voor grote delen van de bevolking. En er is eigenlijk niemand te noemen waarvan je het idee hebt, ja, die is bereid om dat te doen. En wat zegt dat dan voor, nou ja, ik noem maar eventjes de komende 5 jaar bijvoorbeeld, of de komende 10 jaar? Nou ja, kijk, de rek raakt eruit. Kijk, in de samenleving zit heel veel rek. Hè, dat bot in Japan is mijn grote voorbeeld. Heel lang gaat het daar niet goed, maar het gaat niet mis. Hè, het is niet zo dat als het niet goed gaat, dat het misgaat. Hè, het is geen binaire keuze. Het gaat niet goed. Het gaat wat minder, maar het gaat niet slecht. Het gaat met sommige mensen slecht, maar niet met ons. Ja, dus weet je wel, het is niet een heel groot grijs gebied tussen goed en slecht. Ja, dus we zitten nou in de fase van goed naar slecht. Maar dat kan, net zie je aan Japan, dat kan heel lang duren.
Ja, dus, joh, als gewoon de lonen betaald worden en de pensioenen worden betaald, ja, joh, en er wordt ontstaat, ja, dan gaat het niet slecht. Hè? Er is geen crisis. Hm. Maar moet je, ja, ik heb de metafoor van Amsterdam wel eens bijgehaald. En we zitten hier in een grachtenpand. Ja, het pand staat strak in de lak, maar de palen staan te verrotten. Ja, je ziet niks. Maar het is wel aan het gebeuren. En het kan heel lang duren voordat die palen kraken. Dus, weet je, dus dat het is niet zo dat het omslaat. Dat gaat één moment wel een keer gebeuren. Maar dan moet er echt al een hele lange tijd dingen mis zijn in een rijk land voordat het echt kraakt. Ja. En gaat barsten. Die palen kunnen bij wijze van spreken hier onder dit pand ook. Kunnen heel lang zaten verrotten. En dan moet er een keer gaat het echt mis. Ja. En zolang dat gevoel van urgentie niet is. Ja, weet je wel. Dan moet je niet veel sommige verhalen vertellen. Want dan ben je een negatieveling. Hè? Ja. Dan ben je een doemdenker. Ja. Ja, nou ja, en dat is ook in eigen luister natuurlijk. Tegelijkertijd lijkt het denk ik wel, en dan wil ik ook niet te pessimistisch zijn hoor, maar als ik dan nu het wereldnieuws probeer een beetje samen te vatten, dan zie ik in ieder geval overal op plekken waar je 5 of 10 jaar geleden, ja, gebeurde daar in ieder geval op maatschappelijk niveau protesttechnisch, ja, niet zoveel. Nee. En nu zijn er echt, ja, massale protesten overal gaande. Het begint te zijn komen. Dat dan misschien die eerste scheuren in dat sociale, ja, in dat sociale, maar, contract? Kijk, die protesten zijn coronaprotesten. Hè? Dus in de economie wordt iedereen, laten we elkaar wel met rust. Hè? Wel, jij mag doen wat je wil, ik mag doen wat je wil. Maar in coronaland worden we tegen elkaar opgezet. En dat valt natuurlijk niet goed. Dan worden mensen naar en vervelend. En dan, ze moeten dit en ze moeten dat. En als ze dat niet doen, worden ze opgepakt. Dan heb je in de economie, heb je dat niet zo. Als jij niet mee wilt doen, Bart. Nou ja, dan vraag je naar uit. Dan doe je net of je niet kunt. Krijg je een uitkering, dan zoek je het zelf maar uit. Je wordt met rust gelaten. Maar in coronaland moet jij van alles. Of jij dat wil of niet. En als je dat niet wil, bij een outcast, dat zorgt voor onrust. Hm. Maar, en dat kan ook makkelijk, dat kan, voorlopig is het nog bewerkt tot coronaland en tot vaccinland. Dat kan overslaan natuurlijk, maar zolang, ja, weet je wel, zeker in rijke landen, ja, er wonen nog geen mensen op straat, er worden nog geen mensen in huis uitgezet, weet je wel. Dus ja, het gaat misschien niet goed met je, maar het gaat ook niet slecht met je. Ja. Heel veel mensen hebben het niet best. Maar ze wonen netjes, weet je wel, ze hebben, het geld komt, er komt wel wat geld binnen. He, dat is, ik wil zeggen, het moet een stuk beter, dat is wel zo. Maar het is niet zo dat het wel schip een keer het is. Het heeft voor de mensen nog... In de rijke landen. Ja. Je weet, ik maak vaak een onderscheid tussen de rijke landen en emerging markets. Daar gaat het allemaal nog veel harder, hè? Al die ongein. Daar is de rekensysteem is veel kleiner. En de kloof tussen net wel en net niet is ook veel smaller. Dus daar vallen mensen door die armoedegrens heen. Dat gaat 100 miljoen mensen overkomen. Hm. Inflatie, geen handel, geen toerisme. Ja, weet je wel, je hebt net wat opgebouwd. Schulden, dollarlening, allemaal negatief. Dus daar gaan hele grote groepen gaan door het vangnet vallen. En wij hebben gewoon een vangnet. En de mensen die dat boven het vangnet hebben, die hebben het niet breed. Goed, weet je wel. Ja, we kunnen gewoon eten en drinken. Ze hebben het dak bovenover, ze hebben een tv en telefoon hebben ze ook nog wel. Dus... Ja. Het is niet echt slecht. Als daar een toorn gaat worden, dan wordt het verhaal natuurlijk heel anders. Ja. Nou, wat ik misschien als volgend onderwerp toch ook wel heel interessant vind om dan te behandelen, is cash. Want nou ja, we hebben in ieder geval vanuit verschillende overheden, vanuit verschillende centrale banken, leeft er ook steeds meer het idee, we moeten af van cash. We moeten over naar een zogenaamde central bank digital currency. Ja, totaal gelul natuurlijk. Waarom? Dat is een soort rare controle, drang. Waarom? Wat is er mis met cash? Weet je wel, dan zijn er misschien mensen die wat illegaals doen. Ja, wel. En? Pak je dat toch aan? Weet je wel? Ja, weet je wel, cash, we moeten de geldautomaten moeten sluiten, want die kunnen wel eens opgeblazen worden. Waarom moet dat allemaal digitaal? Wat is dat voor rare controledrang? Ja, nou, mijn vraag zou dus eigenlijk dan zijn, kan dat niet het volgende konijn zijn? Dat uit die hoge hoed wordt getoverd om maar ons allemaal over te laten gaan in een soort cashless systeem, waarbij je, ja, in plaats van 0,5% negatieve rente, nou, al het... Ja, maar het hele idee, weet je wel. Wat is het voor rare controledrift?
Weet je, daar begrijp ik helemaal niks van. Ja. Laat mensen met rust, laat ze gewoon hun eigen zaken regelen. En als ze dingen doen waarvan je denkt dat het verboden is, dan speur je ze op en geef ze straf. Daar kunnen we over discussiëren wat verboden is en wat niet. Maar laat mensen een beetje met rust. Creëer een kader. De overheid moet een kader creëren waarin wij een beetje onze gang gaan. Jij met veel succes, ik met wat minder succes. Misschien mensen met helemaal geen succes. Kleine fraudeurs. Laat ons met rust. Het idee dat je van alles moet. En dat iemand anders ergens een knop kan draaien. En kan zeggen, nou, de knopje van brand gaan we gewoon 2 graden aandraaien. Het knopje van de kort laten we even met rust. Daar houden mensen niet van. Nee. En dat zie je natuurlijk in het coronaverhaal gebeuren ook. Je moet geprikt worden. Wat moet, weet je wel. Is je niet, weet je wel, dat is allemaal raar. Dat is helemaal nergens voor nodig natuurlijk. Creëer de ruimte waarin mensen en organisaties, ondernemingen hun gang kunnen gaan. En als ze een beetje binnen de kaders van de wet blijven, laat je ze helemaal met rust. En als ze naar buiten gaan, dan ga je eens kijken van, nou, weet je wel, moeten wij hier, wat zijn we hier aan doen? Ja. Dat lijkt me genoeg. Die kaders die werden vroeger, waren dat zeg maar grofweg de kaders van, ja, om dat even in de rechtsstaat. Ja, maar ja. Van een soort vrije markt, ja. Economie. Ja. Inmiddels hoor je in de maatschappij ook steeds meer geluiden die aangeven het kapitalisme of de vrije markt heeft veel te veel ruimte gekregen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dat is een ontzettende misvatting. Kijk, wat mensen niet begrijpen, de essentie van kapitalisme is falen. Want daar leren we van en dan gaan we het beter doen. Kapitalisme is vooruitgang. En je gaat pas echt vooruit als je realiseert hoe het beter kan. Nieuwe dingen. Dus de essentie is vooruitgang en falen. En leren van je fouten. En wat is nou ingeslopen? Als het nou een beetje misgaat in het kapitalisme, gaan we ingrijpen. Nou, dat moet. Dan gaan we iedereen helpen. Nou, dat is niet de bedoeling. Je moet ergens een soort bodem in leggen. Maar als je alles gaat helpen en overal iedereen gaat steunen, dan leren we niks meer. Hè? Dan blijft alles gewoon bestaan. Dan is dat hele vernieuwingsproces. Creative destruction, Schumpeter. Oude 19e eeuw of zo. Dat is de essentie van de zaak. Daarmee gaan we verder. Maar op het moment dat jij, en dat is ook in de macro-economie, volgens mij het vorige keer ook over gehad. Het groeit. Dan laten we het gewoon lopen. Het gebeurt allemaal raar. Maar op het moment dat de groei richting de nul gaat, gaan we ingrijpen. Nee. Als de economie keert, de economie is cyclisch, dan moeten we leren van die dingen die we fout gedaan hebben. Dan moet je ook de prijs betalen voor degene die dingen die fout gedaan. Dat is verantwoordelijkheid. En dan gaan we ingrijpen. Dus dat aanpassingsproces, dat wordt verstoord. En dat zorgt voor al die rare. Dat maakt, als je het één keer doet, maakt dat niks uit. Maar als je dat gewoon blijft doen, iedere keer opnieuw, dan ontstaat het fenomeen van moral hazard. Dat is mijn stokpaardje. Als jij weet dat je gered wordt, ga je rare dingen doen. Ja. En dat ondermijnt kapitalisme. Ja. Kapitalisme. Ja, dit hele vrije kapitalisme moet ook niet willen. Hè, dat je al, maar niet, je moet niet gaan zeggen, op het moment dat het een beetje misgaat, gaan we ingrijpen. Dan gaan we de pijn, gaan we ervoor zorgen dat je geen pijn meer leidt. Ja. Dat mondt uit in het extreme veiligheidsdenken. Er mag nooit meer iets misgaan. Dat is een kwaadaardig virus. Hè. Overal protocollen en veiligheid en compliance. Wat is er mis? Wat is het probleem als er iets misgaat? Er zijn enorme enorm apparaten opgetuigd. Niet om het veilig te maken, maar om ervoor te zorgen dat als het misgaat, bij Gold Republic, dat we het over 2 jaar kunnen zeggen. Bartje Brands, die heeft op 30 november 2021, had hij dat niet mogen doen. We hebben een dader. Nee. De essentie van vooruitgang is ook wel de dingen mis mogen gaan. Dat de betrokkenen daarvan leren, de prijs betalen voor hun stommiteiten, daarvan leren en denken, dat gaat mij nooit meer overkomen. Ik ga het beter organiseren. Dat is de vooruitgang. Op het moment dat je alles voor je, risico bestaat niet meer, veiligheid voor alles, weet je wel, noem het allemaal op. En ingrijpen als het een beetje misgaat, ja, dan ondermijn je het kapitalisme. Dat is precies mijn Japan verhaal. Dat is geen kapitalisme meer. Nee, je kan dus eigenlijk daarvan spreken dat alle mensen die aangeven, de fouten die zitten in een of het kapitalisme, of ja, er zit er wel de fout vrije in. Markt. Er zit er wel fout in. Dat is helemaal niet erg. Dat gaat mis. En dat moet dan ook misgaan. En dan moet je ervoor zorgen dat die mensen ook de prijs betalen voor hun fouten. Ja. Dat is de essentie van het systeem. Dat je de prijs betaalt voor de fouten die je maakt. Met elkaar. Degene die betrokken zijn. En dan weet je een heleboel zeker. Dat die mensen allemaal denken,
dat gaan we niet nog een keer doen. We gaan anders doen, we gaan het beter doen. Ja. De essentie is dus fouten maken. Ja, dat kan gebeuren, dat kun je niet vinden. Maar dat jij de prijs betaalt voor je fouten en weer opnieuw begint. Ja. En niet dat over de samenleving gaat zeggen, oh, wat zielig meneer Frans. Ja, hier is dit, we gaan allemaal komen. Nee, u gaat niet verhuurd, u krijgt gratis geld en hoeft de huur niet te betalen. Want ja, dat is allemaal heel lullig voor u. Ja. Nee, dan daar leer je niks van. En dus het hele vernieuwende proces, dat komt een hele tot stilstand als je gewoon niet meer mag falen. Ja, toch hoor je veel beleidsmakers wel aangeven, het is de schuld van de markt. Nee, dat is niet zo. Het is de schuld van jou. Dingen moeten kunnen misgaan. Ja. Alleen, als het misgaat, en dan krijg je een ander stokpaardje van mij, dat zijn sociale media. Als het misgaat, moeten we een schuldig hebben. Het kan natuurlijk niet zomaar, dan moet iemand de schuld krijgen. Dus als jij als beleidsmaker iets mis laat gaan, het gaat mis en je hebt een eigen schuld, ja, dan kan er ophef ontstaan. Hè? Waarom hebben wij niet opgetreden? Hoe kan dit gebeuren? Daar wil die beleidsmaker niet verantwoordelijk voor zijn. Dus die gaat ingrijpen op tijd. Ja, dat is in het verkeer ook. Overal is dat. Valt er een of andere doden. Hij moet en zal iemand de schuld krijgen van die doden. Dat die meneer of mevrouw of het kind niet opgeluid heeft. Ja, dat bestaat niet. We moeten een schuldig hebben. Dus daar is een heel circuit ontstaan van mensen die op alle mogelijke terreinen, dat zijn de veiligheidsdeskundigen, die gaan ervoor zorgen dat het niet meer gaat gebeuren. Ja, want anders krijgen zij de schuld van wat misgegaan is. Ja. Ja, dat is natuurlijk een volledig uit de hand lopend proces. Ja. Ja, waarmee als jij een veiligheidsdeskundige hebt, dan gaat hij het veilig maken. Hè? Maakt niet uit wat, dat gaat gebeuren. Risico's uitsluiten. Risico's uitsluiten. Maar de risico hoort bij, dat is een ontzaglijk cliché, ik schaam me voor mezelf. Risico hoort bij leven en bij dingen doen en de straat op gaan en gaan sporten. Weet ik wat je allemaal doet, allemaal risico. Ja. Hè? Ja, je kan het allemaal uitsluiten, maar de ultieme consequentie is dat je in een de samenleving op je knieën wordt gezet. Dat de samenleving bevriest. Ja, en de samenleving inderdaad bevriest. Jij moet gewoon de kaart creëren als overheid. Waar iedereen een beetje rondscharrelt. Stoute mensen, boze mensen. En als het misgaat, dan grijpen. Dan ga je dat moment ga je eens krijgen. Ik denk ook, je kan natuurlijk gewoon heel goed terugkijken. En ik ben heel erg benieuwd naar wat je ervan vindt. Maar zeg maar, als we kijken dan naar bijvoorbeeld West-Europa, Noord-Amerika, Australië, die hebben natuurlijk allemaal dingen volgens die vrije marktprincipes heel goed gedaan, waardoor ze ontzettend welvarend zijn geworden. In het verleden. En nu lijkt het erop alsof we dat met allemaal regeltjes niet proberen te doen. Ja, wij zitten in de effectenwereld. Open is een rekening. Vraag eens iemand van 45 hoe dat 20 jaar geleden ging. Rekening openen. En nu? En jongen. Dat is gewoon, dat heeft niks met elkaar te maken. Ja. De grote banken hebben duizenden compliance medewerkers. Wat die allemaal willen weten van jou, dat slaat, weet je wel. Heb jij een vriendin in Oost-Duitsland? Heb jij een vriendin in Duitsland? Oké. Nou, je vriendin in Duitsland. Hoe komt die hier in Nederland? En hoe komt ze aan de geld? En heeft de vader niet, is hij geen natie geweest? Weet je wel, allemaal rare dingen, weet je. Ja, de krankzinnigste dingen, zulke pakken papier, jongen. Dat is gewoon totaal belachelijk. Ja. Ja, dus, want ja, misschien gaan we ooit wel eens meemaken dat er geld vanuit Kazachstan, via Duitsland, via Bart Brandse vrouw bij mij terecht is gekomen. Dat moeten we niet willen met elkaar. Ja. Dat moeten we voorkomen. Ja. Die compliance, jongen. In de zorg ook, met die protocollen. Hè? Ik lees dan wel verhalen over mensen in de zorg. Ja, die zijn een behoorlijk percentage van de tijd kwijt met verantwoording afleggen. Dus weet je bent een gediplomeerde zuster of een broeder. Je hebt al 30 jaar ervaring. Maar jij moet overal vinkjes gaan zetten. Hè? Want ja, stel je voor dat er later iets misgaat. Dan moeten we het nu kunnen zeggen dat op 30 november 2021 broeder Brands een vinkje is vergeten. Dus die is heel veel tijd kwijt met vinkjes en protocollen en veiligheid. Ja, terwijl je ook aan het bed kan staan en zorg kan verlenen. Ja. Wat natuurlijk tot voor kort prima ging. Hè? Er waren ook geen protocollen en vinkjes. Gingen er misschien wel eens iemand meer, misschien wel eens één iemand meer dood dan nu. Hè? Met al die protocollen en vinkjes. Ja, en tegelijkertijd, nu gaan ze dood omdat er niet genoeg handen aan het bed. Het punt is, weet je wel. Dus de oorspronkelijke gedachte achter dat soort dingen is misschien wel aardig. Hè? Maar jongens, weet je wel, dat ging misschien iets te vaak mis op allerlei terreinen. Maar dat heeft een monster gecreëerd. Waardoor die hele dynamiek in die samenleving verdwijnt. Want als je gewoon kijkt
hoeveel mensen verdienen hun werk, hun salaris met maken van cijfers, controleren van cijfers, praten over cijfers. Ja, dat allemaal kosten die niks opleveren. Ja, veiligheid opleveren. Ja. En alle bedrijven worden geconfronteerd met zo laag compliance, protocollen, papier, verantwoordingen, god weet wat. En dat verkoopt niks, hè? Alleen we kunnen later zeggen wat er misgegaan is. Het is die hele, dat houdt ook de dynamiek uit de samenleving natuurlijk. Hè? Allemaal heel veel tijd met rapporteren, verantwoording afleggen, veiligheidsdiscussie, nog meer systemen. Dragen niks bij aan de productie, dragen niks bij aan nieuwe producten, dragen nergens iets bij. Maar aan werkgelegenheid, ja, maar die moet wel betaald worden. Ja, ja. En dus dat is ook even de reden waarom die groei natuurlijk stagneert. Ja. En waarom het ook, jongen, stel je voor, je bent een puisterkoppie en je wil een bedrijfje beginnen. Hè? Een schoonmaakbedrijf. Hè? Nou, ik denk dat je zo'n pak papier moet invullen voordat je mag beginnen. Ja. Dat gaat, joh, maar ja, dat hebben die, dat verdraagt alles. Je kan niet, inderdaad. Zo'n meneer of vrouw kan gewoon 10, 20, 30 mensen werken. Zo'n berg papier en verantwoording. En de bank wil een paar duizend euro krediet hebben. Nou, joh, wat je daarvoor moet doen, dat wil lust honden geen brood van. Ja, daar heb je natuurlijk heel veel mensen. Dat is een enorme drempel om te beginnen en te proberen en te creëren en op gang te komen. Ja, daarmee sluit je dus eigenlijk ook de innovatie uit die je in andere landen waar dat nog wel mogelijk is, ziet. Ja, en je zet jezelf eigenlijk buitenspel. Het is natuurlijk niet zo dat er niks meer gebeurt, maar je maakt het wel een stuk moeilijker. Ja. Je moet nou al heel veel doorzettingsvermogen hebben, wil je iets beginnen. Ja. Want ja, de arbo, je begint ook in je schuur van je vader. Ja, ho, meneer Brands, dat kunnen we niet doen. Zitten er brandmelders in? Ho, meneer Brands, dat krijg je dan natuurlijk, weet je wel. Doorzetters komen er wel, maar heel veel mensen die het wel willen, ja, die dingen. Ja, dus die geven halverwege of op driekwart geven ze het gewoon op. Ja, maar het begint vanuit met de beste bedoeling natuurlijk, dat we onder controle willen krijgen, omdat als iets misgaat, maar dat heeft een monster gebaard. Dat leidt dan uiteindelijk ook tot een soort van, ja, in ieder geval als we kijken naar alle economische gevolgen die onder andere het maken van dat soort beleid heeft, dan zien we dat we nu toch niet echt op de goede weg zitten. Dan zeg ik het nog heel netjes. En dan is het misschien, we hebben het er vorige keer kort over gehad. Ik wil toch graag van je weten, als je het niet erg vindt. Jij hebt verder, je hebt weinig, denk ik, met goud. En het is er. Het heeft 6000 jaar gefungeerd als een soort standaard. Je kunt natuurlijk. Kijk, je kunt natuurlijk economie uit de middeleeuwen niet vergelijken met de economie van nu. Hè? Nee, maar wat ik leuk vind... Goud is nog steeds wel, maar de economie is, de hele wereld is wel erg veranderd. Hè? Ja, absoluut. Dat is zeker het geval. Maar wat ik graag zou willen weten, als we... Kijk, want naar ik meen is een van de problemen die jij eigenlijk hebt fundamenteel met goud, is, het is er, maar je kan erin investeren, het kan eventueel meer waard worden. Minder waard worden kan natuurlijk ook. Ja. Maar je kunt een maatschappij er niet meer op inrichten, omdat je problemen hebt met bijvoorbeeld kredietverlening. En toch zou mijn vraag dan zijn, ik denk dat ook in ieder geval een aantal van onze kijkers daar wel geïnteresseerd in is. Als je dan zou moeten kiezen, want we zien waartoe dit systeem leidt. Hè, dat systeem waarbij krediet en eigenlijk corruptie van het monetaire systeem leidt keer op keer tot enorme uitwassen en grote groepen verliezers. Zou dan niet bijvoorbeeld toch een goudstandaard en hoe je hem inricht, dat is dan even daar gelaten, maar als basis dan iets met een tastbare waarde die je er uiteindelijk zelf aan toekent. En waarde, is dat dan niet een wat is de waarde dan? Kijk, je kunt als iets die waarde, die moet je als het ware min of meer fixeren. Maar als jij gaat zeggen, het is en de basis van het systeem en je kunt erin beleggen, dan kan het waarde kan nogal fluctueren. Wat is nou $1800? Zoiets. Hè? Mm-hmm. Ja, dan gaan we kopen. Gaat de waarde naar 3000, 4000, 5000, 6000. Ja, wat is dan het onderliggende verhaal nog? En dan gaat er in gesprek. Als je de basis van iets maakt,
Daar moet je dan niet, moet er niet in gespeculeerd kunnen worden. Nee. Dan ondermijnt dat natuurlijk de rest van het systeem. Ja, er gaan allemaal rare kunnen. Dingen gebeuren. Dat zou kunnen. Ja. Maar heeft dat niet... We hebben heel lang geleefd onder diverse... Hele lange periodes geleefd onder goudstandaarden. Ja, maar dat is was, het dan... Toen deden heel veel mensen niet mee in de economie. Ja, die hebben als overleven. En dus er werd goud gevonden. Er kwam langzaam in goud. Maar weet je wel... Er was geen echte brede welvaart. Dat was er allemaal niet. Hè. De grote bulk van de bevolking had niks. Dat waren een beetje overleven en heel langzaam maar vooruitkomen. Maar we zijn nou met veel meer mensen, die ook veel meer dingen doen en veel meer dingen hebben. Dus je moet ervoor zorgen dat die basis wel uitgebreid wordt. En niet in waarde, niet in fluctuerende waarde, want van hoog naar laag en weer terug. Maar iets wat stabieler is, wat een beetje meegroeit met de economie. Maar de vraag, de essentie, dus ik denk niet dat het kan. Nee, omdat je kunt niet en iets als basis hebben en als speculatie of als beleggingsobject, maar dan gaat er gespeculeerd. Als je het uitsluit als beleggingsobject, dan zou het dus wel kunnen. Nou, daar is de basis veel te klein voor. Kijk, de economie is dus. Ja, vroeger had je bij wijze van spreken zoveel goud en zoveel economie. Nou, de hoeveelheid goud is nog hetzelfde gebleven. De economie is natuurlijk groter geworden. Hè? Dus dat begint op een omgekeerde piramide te lijken. Ja, dat moet het ook niet hebben. Ja, maar de essentie van het verhaal is: waarom gaat het mis? Kunnen we iets bedenken met harde afspraken dat onder controle blijft? Ik zou zeggen van wel, met de kredietverlening en al. En de moral hazard moet natuurlijk uitgesneden worden. Uh-huh. En afspraken maken over wat mag en wat niet mag. En dat gewoon wettelijk verankeren. En dan gewoon zeggen, weet je wel, geen mensen die meer toezicht houden. Gewoon het systeem kan toezicht houden. Hier nu moet er wat gebeuren. We draaien de kraan dicht. Dus ik heb nog steeds het idee, het is wel uit de hand gelopen. Maar je kunt altijd wel aangeven waarom het uit de hand gelopen is. Je kunt nadenken over, kunnen we daar dan wat aan doen? In plaats van dat je al hele rare kunstgrepen gaat doen, gaat bedenken om een nieuwe basis onder te leggen. Ja, en dan komen we dus... En goud is prima, als jij wil speculeren en goud moet zelf weten. Maar je moet niet iets als basis willen hebben en speculatie mogelijk maken. Nee. Dan verstoort het de verband bij voorbaat al. Ja. Ik zei net al, er moet een verband bestaan tussen de reële wereld en de monetaire wereld. Ja, dus als de monetaire wereld onderwerp van speculatie kan zijn, dan moet je niet verwachten dat daar weer een rustig verband tussen kan ontstaan. Dat kan wel, maar dat zou dan toeval zijn. En dan even hypothetisch. Stel, we zouden we hebben de financiële economie en we hebben de reële economie. Stel, we zouden die financiële economie weer koppelen, en die is natuurlijk gigantisch. Die zouden we koppelen doordat 1 ounce goud, nou, ik noem eventjes, $5,000 wordt of $10,000. Waarna we weer het speculatieve deel eruit halen. Toen valt het goud gewoon te klein. Hè, voor datgene wat er is aan waarde, dan aan spullen. Goud is gewoon, het is niet veel meer goud dan 20 jaar, dan 1000 jaar geleden. Nee, en de economie is wel heel onwaarschijnlijk veel groter. Ja. De bezittingen, de welvaart, de assets. Ja, dan krijg je dus een soort deflatie die er optreedt. Dus je goud wordt ook op een natuurlijke manier meer waard. Nou, jij bent natuurlijk... Nou ja, ik bedoel, jij zegt altijd... op het moment dat jij naar de supermarkt gaat en iets kost minder... Ja, dan ben je daar hartstikke blij mee. Dus dat er een vorm van deflatie optreedt. Of nou, in ieder geval geen inflatie. Ja, maar kijk, technologische ontwikkeling is al deflatoir. Altijd. Hè? Maar menselijke arbeid, hè, iets meer verdienen. Hè, de bekende metafoor van de kapper. Weet je wel, ja, die kan nog steeds maar 2 mensen per uur knippen. Ja, dus als het leven wat duurder wordt, moet hij eigenlijk de prijzen verhogen. Ja, maar er is ook helemaal niks tegen een beetje inflatie. Allerlei dingen, dat is allemaal niet zo erg. Als je op een gegeven moment maar iets probeert te bedenken dat je het onder controle houdt. En dat onder controle houden wel eens pijn kan leiden. Want dat is natuurlijk de essentie van ons systeem. Wat ik net al zei. We doen met elkaar wel eens rare dingen, whatever het kan zijn. En de economie is cyclisch, hè, omhoog en omlaag, goede tijden, slechte tijden. Dus als we met elkaar te enthousiast zijn geweest, dat kan. En wat we dan verkeerd hebben gedaan, maakt niet eens zoveel uit. Dan is er een moment dat het gaat keren, dat mensen... Nou, en dat moet je dan laten lopen. Maar niet in gaan grijpen. Dus dat is de essentie ook wel. Laat het lopen. Jij hebt de rare dingen gedaan, achteraf. Hè, we dachten dat het kon, of je dacht dat het kon, maar het kon eigenlijk niet. Ja, sorry, Bart Brons is nu een helft van zijn geld kwijt. Op de blaren zitten. Op de blaren zitten. En dan denkt hij, dat gaat er nooit meer afkomen. Dus daarmee is als het ware
Als je iedere keer opnieuw, hè, dat is natuurlijk ook jouw ook verhalen waarom het monetaire stelsel elke keer uit de hand loopt. Het gaat mis. En dan, gaan we voorkomen dat die mensen die domme dingen hebben gedaan op de blaren moeten zitten. Nee, dan gaan we ze redden. Dan gaan we iets anders bedenken omdat ze tijd winnen. Nee, de essentie is, jij doet domme dingen, we doen domme dingen. En dat heeft consequenties. En of je moet het echt wettelijk verankeren, dat er gewoon geen mensen te pas komen. Of je hebt leiderschap. In de zin dat mensen, Bart en Kees, dat had je beter niet kunnen doen. Ja, je dacht dat het kon, maar dat kan niet. Ja. Ja. Toch bevinden we ons, ook in de geschiedenis terugkijken. Dat zou ik zo zeggen, de economie. Kijk, de menselijke natuur is niet veranderd. Nee. De wereld verandert wel, maar de menselijke natuur niet. Hè? Dat varieert van voorzichtig zijn, overmoedig zijn, euforisch zijn. Nou, je kent die cycli wel. Dat was natuurlijk in het jaar 0 al zo. Hè? In het jaar min 1000 ook, dat is nog steeds zo. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met die menselijke natuurcyclus? Dat is de kern van dat is ook de kern van de economie. En ook de kern van, accepteren we gewoon risico. En als jij de menselijke natuur wil beheersen, dan ga je hele rare dingen doen. En dan gaat het meestal van kwaad naar erg. Dat is het einde van systemen. En de ketenen die goud vormen om die menselijke natuur heen. Dat kon misschien 1000 jaar geleden wel, maar nu niet meer. Daar zijn te veel mensen. We zijn met 5-6 miljard mensen die allemaal dingen doen en willen. Maar die opgeteld op allerlei plaatsen, de menselijke natuur blijft gewoon bestaan. Ja. Maar dat moet je ook een beetje laten lopen, want dat gaat misschien. Je moet leren van je fouten. Ja. En niet leren, dat moet je toch voelen. En als wij dat gaan beschermen, in welke vorm dan ook, door meer krediet te verlenen of te subsidiëren. Je moet wel een bodem onder leggen, natuurlijk, een soort vangnet als je het geld hebt. Maar ja, dan krijg je die. Dat was natuurlijk de middeleeuwen, de prehistorische tijd ook al. Dan gaan er rare dingen gebeuren. Dan wordt gouden muntjes worden kleiner. Alle manieren om. Ja, dan begint het geld te frauderen. Dat is eigenlijk om het beschermen, om dingen. Om degene die rare dingen te beschermen. Ja. Dat is ook van alle tijden. Dus dat moet je proberen te voorkomen. Ja, en dat kan volgens jou beter op een andere manier dan bijvoorbeeld met de herintroductie van een reële waarde. Dus in de vorm van bijvoorbeeld iets wat zichzelf zo goed heeft bewezen als goud. Ja, heeft goud zich zo goed bewezen dan? Goudstandaard is ook mislukt. Ja, dat is. Ja, maar als dat had gewerkt. Ja. De eerste man is gelukt. Hij is losgelaten in 1971, inderdaad. Ja. Hij is losgekoppeld. Daarvoor was het ook al mis natuurlijk. Hij is een aantal keren geïntroduceerd. Laten we zo zeggen, voor de Eerste Wereldoorlog was het al mis. Dan hebben ze een beetje doorgerommeld en gemarteld. En in 1971 hebben ze zich stoppen ermee. En dat was ook al een sterfproces van 50 jaar. Dat is ook geen succes. Als je iets hebt wat echt heel erg lang succes is geweest, kun je zeggen, waarom zijn ze ermee gestopt dan? Dus je gaat er geschiedenis over doen. Dat is meestal niet zo'n goed idee. Nee, hè? Hoe gaan we om met die cyclische ontwikkeling van de menselijke natuur? Hè? In hoeverre gaan we dan mensen beschermen? Tot hoever beschermen we ze? En wie beschermen we? En tot hoever? Hè? Als je de onderkant van de samenleving een beetje beschermt tegen door het vangnet vallen, dat kan ik wel accepteren. Maar een hele boven ons gesteld domme dingen doen, ja, laat ze de prijs betalen. Ja. Ja. We gaan opnieuw beginnen. Nee, niet opnieuw beginnen, we gewoon daarvan leren. Het gaat toch niet terug naar nul, maak je maar geen zorgen. Nee, er zal altijd wel een soort basis. We hebben toch dingen. Nee, en die huizen die er zijn, staan er allemaal. Hè? En dan gaan ze al halveren in waarde. Ja, dat is vervelend voor die mensen. Vervelend inderdaad. Ik was laatst. Ik werd iemand mee naar een huisje kijken. Dan vroeg ik later wat kost. Dat is gewoon €7000 per vierkante meter. En was dat huis nou heel mooi? Nee. Nee. Was het krakkemikker? Ja. Ja. Stel dat iemand ervoor betaalt, moet je zelf weten. Maar je moet natuurlijk niet gek opkijken als dat een keer 2000, 3000 vierkante meter wordt. Hè? En dat jij het wil betalen, moet je zelf weten. Dat is de euforie. Hè? Jij denkt, ik moet erbij zijn, want er gaat nog meer worden. Ja, misschien heb je daar ongelijk, als je ongelijk in hebt. Ja, moet ik jou dan gaan redden? Moet ik dan gaan zeggen van Bart, we gaan jou voor jouw schuld kwijtschelden? Nee, natuurlijk. Kees, langzaam naar een einde van dit toch weer heel erg boeiende gesprek toegaand. Ik zou graag willen weten hoe jij naar de toekomst toe, misschien wel de wereldsituatie, maar misschien specifieker, jouw eigen situatie, als je daar wat over los wil laten natuurlijk, zou zien. Ja, we bevinden ons in een fase
Leiderschap ontbreekt. Monetair zien we allerlei kunstgrepen om maar een stukje verder te komen in de hoop om wat jij zojuist al zei, dat er iets gebeurt, het probleem zichzelf oplost. En nou ja, dan zie je die cliff voor je. We gaan er onherroepelijk een keer overheen. Nee, wat gebeurt er met Kees de Kort? Maar dat is het punt, weet je wel, wat ik net al zei. Het gaat niet goed, maar het gaat ook lang niet slecht. Hè? Er hangen al donkere wolken boven de samenleving, hè, op allerlei terreinen. Dat kan wel zijn. Ja, dat hoeft niet te betekenen dat er een crash komt. Ja, misschien komt er wel een crash op de beurs. Nou ja, dan zijn we geld kwijt. Ja, nou, dat kan. Of er komt een crash in pensioenland. Ja, vervelend voor die mensen. Maar het is niet zo dat we dan aan de bedelstaf zitten. Of dat het land weg is. Weet je wel, dat is ook al niet zo. Dat is niet, hoeveel paniek moet je maken? De huizen blijven gewoon staan. De auto's blijven gewoon rijden. Weet je wel, worst case zijn we minder rijk. Nou, weet je wel, ja, dat is vervelend. Dat is dan vervelend natuurlijk. Hè? Dus als je wat had, je hebt dan wat minder. Ja, dat is pijnlijk voor je. Maar, weet je wel, kijk naar Japan, weet je wel. Datzelfde verhaal. Die modder al een jaartje 15 door. Het gaat niet slecht. Het sukkelt een beetje door. En dat kan lang duren. En ook al, weet je wel, ook al komt er een keer een financiële crash, zoals in 2007. Ja, weet je wel, dan zijn we minder rijk. Ja, dan komt er weer meer balans tussen de monetaire sfeer en de reële sfeer. Ben jij daar goed op voorbereid? Of ja. Vind je dat bijvoorbeeld mensen die hier naar kijken en zeggen van ja, ik heb eigenlijk niks gedaan. Ik ben ook niet voornemens om wat te gaan doen. Of ik wil wel wat doen, maar ik weet niet wat ik moet doen. Ja, maar het fascinerende is, weet je wel, daar hadden we het net ook al eventjes over. De essentie van veel problemen is speculatie. Hè? In de tijd, dat ondermijnt ook wel het financieel stelsel. Dan is iedereen, ja nee, dat moet anders. Wat gaan we dan doen? Ja, we zijn in problemen gekomen door te veel speculeren als samenleving. En wat gaan wij dan doen? Ja, wij gaan goud kopen. Vrij speculatief zou ik zeggen. En bitcoins kopen. Nog speculatiever. Dus weet je maakt een analyse van het maatschappelijk probleem. En hoe ga jij je dan daarin veiligstellen door het nog erger te doen? Jij denkt dat je slimmer bent dan iedereen anders. Ja, dat vind ik wel een beetje raar eerlijk gezegd. Ja, dus je maakt de juiste analyse, te veel speculatie, ongestrafte speculatie. Hoe ga ik me eruit redden? Dat gaat dan mis, daar ben je dan bang voor. Nou, weet je wel, ik ga nog erger speculeren. Ja, als speculatie de oorzaak van het probleem is, kan het niet de oplossing zijn. Of wel? Nou, dat zou wellicht, wellicht kunnen. Nee? Maar de vraag is, wat zou je dan... Je kunt niets van doen. Je kunt niets van doen. Ja, heel veel dingen wat heeft nou nog een reële, wat heeft nou nog een prijs waarvan je zegt van nou, weet je wel, misschien iets duur, maar niet heel veel. Nou, er zijn een hele serie aandelen, weet je wel, die nog niet heel erg duur zijn. Er zijn in Noord-Groningen al huizen die niet heel erg duur zijn, weet je wel. Cash aanhouden, is dat dan een idee? Ja. Oh, nee, maar goed, dat is nou ook wel vrij pijnlijk. Dat is ook vrij pijnlijk natuurlijk. Hè? Want met de inflatie. Met de inflatie, weet je wel. En ja, je moet ook het betalen om cash aan te houden. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die zijn extreem overgewaardeerd. Het maakt niet uit wie je dan kijkt. En dan zou je toch zeggen, trek je daar een beetje terug. Maar laten we beginnen met, hè, wat we net al over spraken. Zolang iedereen gek accepteert, kan het blijven duren. Dus je moet ook een inschatting maken. Wanneer denk ik... Dat er zoveel protest komt en zoveel onrust, dat er misschien een eind komt aan de gekte. Nou, daar heb ik geen... Ja, ik had 5 jaar geleden, dacht ik al, dat kan niet gebeuren. We zijn al 5 jaar verder. Maar daar moet je over nadenken. Dus als jij denkt, van nou, het kan allemaal een tijdje duren, dan is het niet veel reden om het te doen. Maar dat is de vraag die je in de gaten moet houden. En als je denkt dat moment dichterbij is dan we denken, nou, koop dingen waarvan je denkt, van nou, die gaan niet veel minder waard worden. Het is nagenoeg onvermijdelijk dat je gaat verliezen. Daarvoor is de kloof te groot geworden. Probeer dan je verlies te beperken. Hm. Voorzie jij, als je dan kijkt naar de onhoudbaarheid van het systeem? Nee, het systeem blijft bestaan. Ik bedoel, no worries. De situatie. De prijs gaat laag, de rente gaat omhoog. Het systeem blijft echt wel bestaan. Je kunt wel zeggen van, er praten mensen over een reset. Hè? Ja. Maar wat dan? Je kunt wel zeggen, een reset, oké. Daar ben ik ook helemaal voor, maar wat dan?
Je kunt wel aangeven, dit is meer, dit is mis. Maar wat dan? Het heeft geen zin om te praten over een reset als je geen enkel idee hebt van wat dan? Ja. Het klinkt wel goed. Ik ben er ook wel voor, maar wat dan? Wat gaan we er dan wel doen als we dit niet doen? Dan moet je iets hebben. Daar hoor je ze nooit over. Nee, ja, een reset. Wat wil je dan? Wat gaan we dan wel doen? Goud? Een klein beetje goud in zo'n systeem te dragen met speculatie in? That's not gonna cut it. Bitcoins? Iedereen kan zijn eigen bitcoin introduceren. Dan ben je afhankelijk van 5 miljoen mensen die bitcoins introduceren. That's not gonna cut it natuurlijk. Het kan afgewenteld worden. De banken kunnen niet meer meewerken. Kortom, concluderen wat er mis is 1. Maar wat dan? Dit systeem blijft gewoon. Maar niet met de prijs die we nu hebben. Daar gaat nu. Maar dat, nogmaals, 5 jaar geleden dacht ik ook wel dat het niet kon blijven duren. Dus ik heb al erg ongelijk gehad. Dus. Maar het wordt gekker. Maar probeer je dan, doe mee zolang je denkt dat het blijft bestaan. En zorg er dan voor dat je in dingen zit waarvan je denkt, ja, we gaan wel verliezen. Maar niet heel veel. Ja. En dan is wat jou betreft in ieder geval. En er zijn er een aantal dingen waar je misschien wel in. Je hebt een oldschool belegger. Dus dan kijk je naar cashflow, naar dividend misschien, naar aandelen. Koers-winstverhoudingen. Ja, koers-winstverhoudingen. En ook, je kunt ook zeggen van, weet je wel, welke bedrijf gaat niet failliet? Nou, ook een invalshoek natuurlijk. Hè. Waar weten we zeker van dat die er over 10 of nog wel zijn? Nou, je gaat misschien wel een koers aan krijgen, maar ja, wat is het probleem? Hè. Ja. De wereld stort in. Hè. De wereld wordt minder rijk. Ja, en in een portefeuille van Kees de Kort heeft in principe cryptocurrencies en goud hebben daarin geen plek. Nee, Kees de Kort is een oude lul. Een oldschool belegger. Terwijl goud toch echt oldschool is. Ja, 6000 jaar. Maar goed, oldschool betekent ook cashflow, dividend, onderliggende waarde. Ja. Dat is natuurlijk. Het is goud. Ja, nogmaals, er is niks mis mee. En iedereen moet gewoon doen die zin leven. Alleen, wat ik altijd zeg, weet wat je doet. En dicht geen kwaliteit toe aan iets wat er niet in zit. Wat er ook nooit gaat komen. Dus hou jezelf niet voor de gek. Ja. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Hè? Maar als jij denkt, nou jongens, ik denk dat het naar 2.000-3.000 gaat. Nou, 3600, een verdubbeling. Ja, moet je gewoon kopen natuurlijk. Maar niet denken dat iemand zijn hand onderhoudt, dat het dividend krijgt, dat het een waardering heeft. Dat is niet zo natuurlijk. Nee. En ik ben een aantal jaar al ingehaald door andere soorten beleggers. Nou, ik hoop dat het nog een keer goed komt, maar. Nou, op die boodschap, ik hoop dat natuurlijk ook. Ja, dat hoop ik ook. Kees, ontzettend bedankt weer voor je komst. En nou ja, aan de kijker, laat je niet gek maken zoals Kees zegt. In ieder geval, iedereen ontzettend bedankt weer voor het kijken naar deze aflevering van Goudkoorts Gasten. Heb je dit een leuke uitzending gevonden? Like hem dan even. Heb je een vraag, een opmerking hieronder in de comment section? Ben je nog niet geabonneerd op ons YouTube kanaal, maar waardeer je onze content? Klik even op die abonneerknop en wil je meldingen ontvangen, natuurlijk ook even op het belletje. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkoorts Gasten.